Hey team, welkom terug bij ons kanaal FitFix, waar jouw veelgestelde vragen over fitness, gezondheid en een actieve levensstijl beantwoord zullen worden. Vandaag doen we een follow-along workout voor beginners, voornamelijk voor de rug- en buikspieren, ook wel de core. Je kan de video gewoon meevolgen, dus ik ga alle oefeningen samen met jou doen en ik ga daarbij ook wat feedback geven tijdens de oefeningen. We gaan niet langer wachten, let's do this! Alright, we gaan beginnen met een plank circle. Wat jou kan helpen daarbij is een circle timer, dus een interval timer op te zetten op jouw gsm. Of je zet gewoon op je chrono 20 seconden en je houdt dat een beetje in toog. Of je doet mee met de video, dat kan ook. We gaan voor, zij, achter, zij doen. En we beginnen er gewoon aan, hè. Go! Span goed je billen op, duw je schouders goed uit en zorg dat je een plank bent. Geen piramide, geen banaan, goed recht, hoofd in het verlengde van je lichaam. En we zijn al aan de 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. We gaan rechtstreeks doordraaien op één hand. Steek je andere hand maar goed in de lucht, opnieuw hetzelfde. Geen uitsteeksels, geen banaan, goed recht. Is dat moeilijk voor je hand, dan kan je op je elleboog gaan steunen en dezelfde houding aannemen. Opnieuw je hoofd in het verlengde. 3, 2, 1. We gaan naar de achterkant. Gestrekte armen hier best, want ellebogen is heel laag. Nu wordt het moeilijk voor de tijd in het oog te houden. En go. Span opnieuw, gooi je billen op. Tenen optrekken. Knie hier. Goed omhoog. En een plank. Blijf ademen. Adem niet ophouden. Ik ga even spieken naar de tijd. 3, 2, 1. En dan de andere kant. Ik ga nu op mijn elleboog om deze kant voor te doen. Go! Kom aan, volhouden. 4, 3, 2, 1 en ontspan. Oké. We gaan rechtstreeks door naar een rugspieroefening. Buiklig. Leg je op je buik. Handen voorwaarts. Benen hef je. Handen hef je en je heft je borstbeen. En dan gaan we eigenlijk een flutterkick doen. Dus de armen en de benen snel bewegen. Opnieuw 20 seconden. Span ook goed je billen op, hoofd in het verlengde. Kom aan, volhouden. Blijven ademen. En ontspan. Oefening nummer 3 is de Superman. Je gaat tegengestelde arm en tegengesteld been uitstrekken. Elleboog en knie naar elkaar brengen en terug uitstrekken. Zo gaan we er 10 doen per kant. Zorg dat je bekken goed horizontaal blijft. Dus niet naar beneden laten hangen. En 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Andere kant. Terug goed je schouders uitduwen, niet doorzakken. Hoofd in het verlengde. Arm naar voren. Tegengesteld been strekken. En elleboog naar knie. 2. 3. En blijven gaan. En 10. Alright. Goed. Daarna is het de clamshell. Je kan die doen met een miniband net boven de knieën, maar ik ga hem eerst voordoen zonder de miniband. Zodat jij, als jij er geen hebt thuis, ziet hoe het moet. Wil je de oefening zwaarder maken en kan je hem goed uitvoeren, dan kan je dus een miniband rond je knieën, net boven je knieën doen. Je gaat op je zij liggen. Schouders, heupen en enkels
liggen op één lijn, dus mijn knieën liggen een beetje naar voren. Mijn hoofd is ontspannen, schouders ontspannen. Eigenlijk lig ik hier, recht naar boven. Ik ga mijn knie open draaien, zonder dat mijn voeten eigenlijk open draaien. Dus mijn enkels blijven samen. Op die manier. Dat is geen grote beweging. Als ik dit doe, rol ik naar achter. Dus ik blijf goed hier naar voren. Zo doen we er 15. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Blijven gaan. Dertien, veertien en vijftien. Onmiddellijk andere kant. Zorg dat je starthouding terug goed is. Dat je goed bent begonnen. En go. En 10, nog 5. Vier en 15. Alright, even spieken. De dead bug, een van mijn favoriete buikspieroefeningen. Je gaat beginnen met je knieën, je heupen en je enkels in 90 graden. En je rolt eigenlijk je rug als het ware tegen de grond. Hier ben ik ontspannen en mijn armen gaan omhoog. Dit is mijn startpositie en ik keer hier altijd naar terug. Het is niet de bedoeling dat je naar hier gaat of zelfs daar. Je startpositie blijft dit. Nu ga je tegengesteld je arm en je been laten zakken. Op die manier. Zo doen we er 10 per kant. Terwijl blijft mijn rug goed tegen de grond. En 6. 1/2. Let nog eens goed op je armen en je knieën die recht naar boven zijn. En laatste, 20. Goed. Oké. Flutter kicks, nog altijd buikspieroefening. Dus eigenlijk mag je blijven zitten. Je gaat het tegenstelde doen als we daarnet met de swimmer hebben gedaan. Je brengt je voeten lichtjes van de grond, rompook. En je gaat eigenlijk gewoon op en neer schoppen met je benen afwisselend. We gaan voor 20 seconden en go. Blijf ademen, hou je adem niet op. Ontspan in je schouders. Tenen blijven optrekken. 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Goed, goed bezig. Penguin shuffle en daarna side leg raise. Penguin shuffle is opnieuw ruglig. Je zet je voeten. Zo, dat je net met je vingers aan je hielen kan. Hoofd ontspannen. Je doet een halve crunch. En gaat eigenlijk naar je tenen reiken. Zo doen we 10 per kant. 1, 2, 3, 4. Vier, drie, twee, één. En ontspan. Oké, side leg raise is 2 kanten. Eerste kant, opnieuw de houding die we bij de clamshell hebben aangenomen. Hoofd terug ontspannen, maar nu ga je je bovenste been uitstrekken en je tenen lichtjes opendraaien. Niet te veel, niet zo ver dat je terug naar achter kantelt. Je bekken blijft verticaal, dus hier steekt een stok door
die stok blijft verticaal. Ja, die mag niet van hoek veranderen. Nu ga je je been heffen, niet te ver. Gewoon tot hier. En gecontroleerd terugzakken. Zo doen we er 10 per kant. 2, 3, 4. En blijven gaan. Negen. En 10. Alright, andere kant. Goed terug letten op je starthouding. Zorg dat je in lijn bent. En go. En 10. Goed. We zijn er bijna. Dat was side leg raise. Nu gaan we shoulder bridge doen. Kan opnieuw met een mini band. Maar we gaan eerst weer zonder doen. Als je de mini band gebruikt, doe je hem dan opnieuw boven je knie aan. Voeten staan op schouderbreedte. Handen gekruist op de schouders. Je gaat je rug tegen de grond rollen en je zitvlak heffen. Ja? We gaan dat eerst 20 seconden houden. En dan gaan we nog eens 10 keer heffen. Oei, mijn chrono even in de war. Klaar en go. Span goed je billen op. Dit is één plank. En ondertussen duw ik mezelf goed weg van de grond door mijn hielen. Schouders zijn ontspannen en ik blijf ademen. Alright, nu gaan we nog eens 10 keer tikken en terug omhoog. Verlies je spanning niet. Je gaat gewoon tikken, dus je legt je zitvlak niet volledig terug op de grond. 3, 4 en je gaat echt terug helemaal tot van boven. En boven geef je nog eens een goede squeeze met die billen. Drie, twee en laatste. Alright. Allerlaatste oefening van deze workout is de tabletop. Je gaat je handen onder je lichaam zetten op die manier of op die manier. Of zelfs zijwaarts. Hangt er een beetje af wat voor jou het meest comfortabel aanvoelt. Ja. Je gaat je zitvlak terug opduwen zoals daarnet. Je verschuift een beetje zodat je enkels onder je knieën staan en je handen onder je schouders. En je gaat dat opnieuw 20 seconden aanhouden. En het is de laatste oefening, dus squeeze nog eens goed die billen. Duw je handen weg van de grond. Duw je hielen goed door de grond weg. Volhouden. Blijven ademen. Drie, twee, één en ontspan. Alright. Dat was de core workout al. Wil je dat nu zwaarder maken, dan kan je nog een tweede of een derde ronde doen. Waarom laten we het bij een één ronde? Omdat dit echt een beginners workout is. We hebben al zwaarder workouts op ons kanaal staan, dus die kan je zeker terugvinden, die video's. En je kan eigenlijk starten met een tweede ronde te doen en een derde ronde van wat we nu net gedaan hebben. Dus zet ofwel de video opnieuw op of kijk hieronder in de beschrijving. Daar staan alle oefeningen opgestomd met de herhalingen. Schrijf het op en dan kan je aan de slag. Zo, dat was de workout al. Wil je nog een workout voor je benen of voor je armen? Hou onze video's dan in het oog of kijk al eens op ons kanaal. Daar kan je al onze workouts en al onze andere video's terugvinden. Heb je nog vragen? Zoals altijd, zet ze hieronder en wij beantwoorden ze zo snel mogelijk. Wil je niks missen in het vervolg? Klik dan op de abonneerknop en de bel. En dan zie ik jou in een volgende video opnieuw. Stay active, keep working out. Bye!